Lieve leerlingen van het Jan van Brabant College. Beste examenleerlingen van het Jan van Brabant College. De Jan van Brabant College. De Jan van Brabant. Jan van Brabant College in Helmond. Beste eindexamenleerlingen van het Jan van Brabant College in Helmond. Björn de Parel van Brabant van der Doelen hier, voormalig fenomenaal voetballer. Mijn naam is Rianne Letschert, ik heb ook op jullie school gezeten. Ik ben oud-leerling van het Jan van Brabant College. Mijn naam is Jai Ferwara en zo'n 25 jaar geleden stond ik op dezelfde plek waar jullie nu staan. Eindexamen doen. Ik was zo blij dat ik het gehaald had. Ik was redelijk vaak blijven zitten op die Jan van Brabant. Ik ben Najima, dit is Rashida en wellicht ken je ons van Healthy Sisters. Ik ben Saskia Noord. Mijn naam is Danny Koevermans. Ik ben Moma Chim en ik sta hier midden in het Europees Parlement. Mijn naam is Leon van der Zanden en ik richt me in het bijzonder tot de eindexamenleerlingen van het Jan van Brabant in Helmond. Ik kom zelf ook uit Helmond. Het is wel even geleden dat ik eindexamen heb gedaan. Maar ik besef me heel goed dat mijn tijd heel anders is als die van jullie nu. We hebben er een rotjaar achter de rug en corona, het was niet echt helemaal lekker. In een moeilijk jaar. Wat een ongelooflijk kutjaar moet dit zijn geweest. Ik weet, het is een moeilijke en lastige tijd. Een klote tijd met die corona. Het was natuurlijk een super vervelend jaar, waarin jullie dan weer wel en dan weer niet naar school mochten en heel veel andere dingen van het leven moesten missen. En nu is het heel moeilijk natuurlijk om de motivatie te vinden om toch die laatste hordes te nemen. Nou, ik kan één tip geven, wel doen. Gewoon doen, volle bak ervoor gaan. Je zit namelijk in Helmond op school. Niet dat ze straks daarvoor in de rij staan bij het arbeidsbureau. Dus bij deze heel veel succes met de voorbereiding en daarna ook met het centraal examen. Ontzettend je best doen. En probeer je examen te halen. Rustig ademhalen, goed die vragen lezen, dan kom je er wel. Wij willen jullie onwijs veel sterkte en heel veel succes wensen. Heel veel succes met de laatste loodjes. Ik wens jullie heel veel succes. Ik wens je veel succes toe. Maar in ieder geval, toi toi toi. Kortom, heel veel succes. En daarna zou ik zeggen van, ga lekker op kamers, ga studeren, doe wat je wil. Denk u toch eens in. Imagine. Denk u toch eens in dat je straks dat eindexamen hebt gehaald en dat je verder kunt met je leven. Dus ik hoop dat jullie na jullie eindexamen heel veel plezier gaan hebben om je dan ook te kunnen voorbereiden op de volgende stap, waar die dan ook mag zijn. Daar wil ik jullie heel veel succes bij wensen. Zet hem op, sterkte en maak ook plezier. Doei!